de wagens voor actieve koeling alleen nog 4-5 keer zo duur zijn, waardoor het transport ook gewoon 3 keer zo duur wordt. Maar de focus is vandaag in die korte keten, dus meer een ware toevoegen aan de smaak. Het ondernemersprogramma is een 12-weeks programma waarin we ondernemers een kickstart geven om te gaan ondernemen in de korte keten. Korte ketens zijn ketens waarin wordt samengewerkt. In een traditionele keten ben je eigenlijk echt een leverancier en zijn er verschillende schakels en weet je misschien niet waar jouw eindproduct eindigt, dus bij welke consument. En wat we met korte ketens echt willen doen, is dat we in de hele keten, uitgaande van de behoeften van de consument, samenwerken en daarmee ja, een relevant product of een relevant aanbod neerzetten voor de consument. Het ondernemersprogramma bestaat uit 4 fases. En 1 is welk aanbod heeft de ondernemer waarmee hij wil ondernemen in de korte keten. Hoe kunnen we dat relevant maken voor de eindconsument? 2 is welke infrastructuur hebben we nodig om het aanbod bij die eindconsument te krijgen? 3 is een experiment. Daarin kijken we, oké, zijn de aannames die we hebben gedaan, kloppen die? Zijn de consumenten enthousiast? En 4 is de nazorg waarin we gaan kijken, oké, kunnen we het verdienmodel helemaal rondmaken, de losse eindjes aan elkaar knopen, zodat die ondernemer ook een vruchtbaar verdienmodel eraan overhoudt. Bij de provincie Flevoland werk ik als projectleider voor het Food Chain for Europe Interreg project. Dat is een uitwisselingsproject binnen Europa. Het doel van het project is om voedselbeleid te innoveren, stappen richting een duurzamer voedselsysteem neer te zetten. En iedere regio doet dat met een eigen invalshoek. Tijdens de uitwisseling zijn we in Manchester een ondernemersprogramma tegengekomen. Dat heel specifiek op de food and drink sector gespecialiseerd was. Dat vonden we zo waardevol dat we hebben gezegd dat willen we in Flevoland vertalen. En daar zijn we nu aan de slag mee gegaan en Horizon Flevoland heeft onderzoek daarna gedaan. En dat programma naar Flevolandse context vertaald. Rogier Scherber hier, deelnemer van het korte ketenprogramma Flevoland. Ik heb een biologische broodmix ontwikkeld. Vanmiddag hebben we een pitch gedaan waarbij ik aan consumenten, een drietal consumenten, mijn ontwikkelde broodmix mocht pitchen. Heb ik eerst aan 3 consumenten gedaan, vervolgens aan 3 experts. Hieruit kregen we dan feedback. Dit geeft je heel veel waardevolle informatie. Die experts die geven je aan wat je afzetmarkt is en waar die naar kijken. Bijvoorbeeld mijn merk, is dat kritisch genoeg? Je prijs, waar ga je het afzetten? Hoe ga je die doelgroep benaderen? En de consumenten stellen hele waardevolle feedback, want dat is uiteindelijk mijn doelgroep. Wat kunnen ze ermee? Waarom? Wat vervangt het? Of wat vult het in? En dat soort dingen zijn normaal natuurlijk zelf heel moeilijk te testen. En deze kans hebben wij nu wel gekregen. Ik word van dit ondernemersprogramma ontzettend blij, omdat de ondernemers die wij helpen groeien, in een hele grote ambitie hebben, heel gepassioneerd aan de slag zijn en echt willen groeien.